Het Nationaal Geuzenmonument van Vlaardingse kunstenaar Leen Droppert is opgericht ter nagedachtenis aan de eerste grote verzetsgroep in Nederland en aan de gestorven geuzen in de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog. Als plaats werd Vlaardingen gekozen omdat veel geuzen daar vandaan kwamen. Op 12 maart 1983 onthulde koningin Beatrix het monument. Het beeld toont een monddoodgemaakte en gehavende man die letterlijk van het leven is afgesneden, wat de afgesneden voeten en onderbenen uitdrukken. Dit was de prijs die de verzetsman moest betalen. Een oversteekplaats loopt van het standbeeld naar het voormalige politiebureau op de Markt, waar de geuzen na hun gevangenneming heen zijn gebracht. De 18 zwarte banen symboliseren de 18 mannen die op 13 maart 1941 ter dood werden gebracht.